Mijn naam is Frank de Vries. Ik ben 70 jaar. Ik rij momenteel in mijn auto. Dat is een Mitsubishi Space Star 1300. Nieuw aangeschaft in het jaar 2000. Dus hij is nu zeg maar aan zijn 13e jaar bezig. Ik ben uitgenodigd door het autoblad Autoweek om in Apeldoorn de auto te laten bekijken op zijn technische kwaliteiten. Na zoveel kilometer, hij heeft namelijk nu 403.000 kilometer gereden. En naar mijn mening kan hij er best nog 4 ton bij hebben, want naar tot nu toe gedane onderhoudskosten zijn vaak in overeenstemming met zijn leeftijd. En ik niet bang ben om snel met deze auto aan de kant te komen te staan. Deze week hebben wij voor u een Mitsubishi Space Star van de eerste eigenaar op LPG, maar dan wel met 403.000 kilometer op de teller. Kijk, omdat deze motor geen olie lekt, gaat de kattenpan gewoon roesten. Kijk, deze, die is helemaal verweerd. Dat is van de airco. Kijk, hij zit ook, zie je dat? Hij zit ook los. Ja. Ja. Die moet eigenlijk een keer vervangen worden. Kijk, en daarachter kun je zien, daar zit de radiateur van de motor weer. Maar als deze helemaal dicht zit, heeft hij geen rijwindkoeling meer. Hey, nou rij je al 13 jaar lang en 400.000 kilometer in dezelfde auto. Heb je er nooit eens genoeg van, dat het tijd wordt voor wat anders? Nee, eigenlijk niet. En ja, ik vind het leuk om allerlei soorten auto's te rijden, daar gaat het niet om. Maar ik geloof dat de auto bevalt nog steeds prima. De kosten zijn in feite laag. Ja. De auto is op de markt niks meer waard. Ja. Hij ziet er goed uit. Ik zou niet weten, hij mankeert eigenlijk nauwelijks of wat. En de onderhoudskosten die zijn nog steeds acceptabel genoeg om te zeggen, nou, ik rijd lekker door. Henny, voor zijn leeftijd en zijn kilometers ziet die auto er nog hartstikke goed uit. Heb jij er nog gaten in kunnen schieten? Nou, hij rijdt prima. Er zijn een aantal kleine probleempjes zijn er. De condenser van de airco die is helemaal verweerd. Daar moet wel wat aan gebeuren, want anders krijg je straks problemen. Ja. Zowel met de airco als met de koeling, zeg maar, van de motor. Ja. De conditie van de accu is matig, moet eigenlijk een keertje vervangen worden. Fusee-kogelhoesje rechts voor, zit een klein gaatje in, is voor de APK een afkeur, moet eigenlijk even vernieuwd worden. Ja. Nou, en het lichtbeeld van de rechter koplamp, die is minimaal tot weinig, of helemaal niets. Okay. Dus, maar daar wordt aan gewerkt. Okay. We gaan er eerst een nieuwe lamp in zitten en kijken wat dan het effect is. Goed zo. De keuring is achter de rug. Ik ben eigenlijk wel tevreden. De keurmeester Henny heeft me op een aantal punten gewezen die op zich niet direct een gevaar opleveren dat de auto stil komt te staan. Maar het zijn een aantal onderhoudspunten, een ophanging, een rubber wat vervangen dient te worden. En bij de fusee zit er wat kleine speling, maar niet verontrustend. Waardoor ik globaal gesproken tevreden ben met de uitslag. En ik met een gerust geweten de volgende 13 jaar met de auto inga, bij wijze van spreken.